Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmid. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Graaf Zeuntjes 2-2, knotskerke wedstrijd. Hoe kijk jij terug? Ja, ik kijk vooral op het laatste moment terug dat ik die kans nog krijg, die ik erin kan schieten. Dat gebeurt niet en dan ben je uitschakeld. Ja, dat doet pijn. Dat klopt, ja. Jouw eigen invalbeurt, op het moment dat je in de rust weet, ik ga erin komen, hoe ga je dan die wedstrijd in? Ja, dan een goal proberen te maken. Die valt dan, dus dat doe je goed. En daarnaast gewoon bal vasthouden, druk zetten en een beetje oorlog maken. Ja, dat werd ook voor jullie gedaan door de spreekwoordelijke 12e man. De vuurwerkactie. Hoe kijken jullie daar als spelers tegenaan? Ja, het mag niet, maar het is gewoon een actie. Ja. Niet paniekerig over doen, denk ik. Oké, jullie hebben er geen last van gehad in de zin van dat je het veld weer even af moest of dat je al die rook naar binnen kreeg? Nee, zeker niet. Ado heeft dan ook een rookbom en dan spelen we door. Dus het is niet zo'n probleem. Dan maak jij de 2-1. Wat gaat er dan door je heen? Dat we snel de 2-2 moeten gaan maken. Dat eigenlijk. Ja, dan krijg je die slotfase. Als het 2-2 geval is, hoe beleef jij dat? Ja, dat je probeert dat die bal nog één keer goed valt. En die valt uiteindelijk wel één keer goed. Twee keer nog, misschien met Schenk daarvoor. Maar toen mocht hij er niet meer in, leek het. Dat is balen. Gewoon echt balen. Ja, precies. Je zit nu waarschijnlijk in de fase van de cold turkey. Maar wat gaat er de komende weken gebeuren voor jullie? Geen idee. Eerst dit maar eventjes laten bezinken, bedoel je? Ja, dat sowieso, ja. Het is wel even een klap, zeker omdat ze met 10 man komen. Als je die 3-2 maakt, is het verlenging. Maar al die scenario's heb je in je hoofd, die spelen heb je niks meer aan. Als. Alles is vals, dus. Ja, precies, want dat wilde ik ook gaan vragen. Stel nou dat jullie de verlenging in waren gegaan, waren jullie niet al helemaal gesloopt door die laatste 20 minuten? Nee, bij ons zat de energie er vol in. Ik denk dat Adam meer gesloopt was, dus dat zeker niet. Goed, ja, dat heeft dan helaas niet zo mogen zijn. Komende weken natuurlijk even afwachten, maar ook een hamvraag voor jou natuurlijk. Weet jij al wat je gaat doen? Nee, nog niet definitief. We zijn al in gesprek, dus laten we vanuit gaan dat het goed gaat komen. Oké, want zou een eventuele promotie van de Graafschap, zou dat nog een rol hebben gespeeld voor jou? Nee, denk ik niet. Stel nu dat je zou besluiten om weg te gaan bij de Graafschap, met wat voor gevoel ga je dan de Vijverberg verlaten? Ja, een beetje in mineur, omdat je het niet met de Graafschap weet te redden om te promoveren. Maar we gaan ervan uit dat we nog blijven, dus om daarover na te denken is nog te vroeg.